Hey, kijk! Ja? Weet je hoe je makkelijk geld voor de aardvraatje kan krijgen? Ja, dan moet je gewoon je pik laten zien. Nee, man! Nou, je kunt bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld tuin snoeien voor ze. Nee, tevensplit! Dan gebruik je de babbeltruc. De wat? De babbeltruc. Laat ze aan de praat en laat ze een pasje en pincode geven. En trap ze daar nog in dan? Ja, natuurlijk, eikel. Ze zijn heel oud. Nou, laatst zat ik naar Omroep Max te kijken en toen zag ik dat de oudjes daar echt niet meer intuinen, hoor. Maar bejaarden kijken niet naar Max, die spelen patiënts. Oké. Lieve oude rijke mevrouwtje, mogen wij even storen? Ja hoor, ik was net tv aan het kijken. Oké. Wij zijn van de waterleiding en komen het geld ophalen van de jaarlijkse eindnota. Oké, hoeveel is dat? Dit jaar 8.234 euro, mevrouw. Oké, maar ik heb geen geld in huis. Oh, geen probleem. Want als u ons een pasje geeft, dan pinnen we wel even voor u. Hoeft u ook de deur niet aan? Ja, en dan kan u gewoon verder spelen met patiënts. En jij denkt zeker dat ik gek ben, lelijke Vlaamke? Hier, pak aan! Opschiet je vuile klootzak of ik bel de politie! Hé, als dat af is, Anis, dan krijg je een euro en een speculaasje. Bekouwen en snoeien, Mattie.